Helemaal! In deze video laat ik jullie zien hoe ik mijn go-to pinnenvloek maak met een felle rode lip en een dikke vette winged eyeliner. Je kunt me volgen op Facebook, Instagram en natuurlijk via mijn blog beautysquare.nl. Als eerste breng ik een foundation aan van Bourjois. Dit is de Healthy Mix Foundation en daarvan stip ik één pompje aan over mijn gezicht. Ik blend de foundation in met een beauty blender. Dit is geen echte beauty blender, maar dit is er eentje van de MT. Maar ik ben er erg tevreden over, want als je hem onder de kraan houdt, dan groeit hij echt. En hij brengt de foundation op een hele mooie natuurlijke manier aan. Met deppende bewegingen bounce ik de foundation in mijn huid, waardoor dat alles mooi en gaal aangebracht wordt. Als ik overdag foundation wil dragen, dan pak ik sowieso deze spons erbij, omdat je op deze manier eigenlijk nooit echt een cake effect kan krijgen. Zorg er vooral voor dat je de foundation goed uitblendt langs de kaaklijn en bij de haarlijn. Vervolgens pak ik er een paintpot bij van MAC, Painterly. En deze breng ik aan over mijn oogleden als basis. En ook om de roodheid uit mijn ogen weg te krijgen, waardoor je een mooie gaal canvas hebt voor de oogschaduw van dadelijk. Ik breng ook altijd een beetje aan onder mijn ogen. En dit geldt dan eigenlijk als basis voor de concealer die we dadelijk gaan gebruiken. Vergeet ook de binnenste ooghoeken niet. Ik gebruik een stick concealer van Yves Rocher in de lichtste kleur. En deze breng ik aan onder mijn ogen voor een frisse blik. Ik breng ook een beetje concealer aan tussen de wenkbrauwen en op de neusbrug, in de binnenste ooghoeken, de cupidoboog en op mijn kin. Dit zorgt voor wat extra dekking en het geeft een mooie subtiele highlight. De concealer blend ik in met dezelfde beauty blender. Gebruik deppende bewegingen in plaats van vegende bewegingen, want anders veeg je de concealer alleen maar weg. Met het puntje kun je makkelijk in de ooghoek. Vervolgens zet ik mijn basis met een poeder van Yves Rocher. Dit is de Velvety Loose Powder in Transparent Beige. En deze heeft een gele ondertoon wat perfect bij mijn huid past. Met een klein fluffy kwastje breng ik ook de poeder aan onder mijn ogen om de concealer te zetten. Om mijn lippen te hydrateren voor de lipstick van dadelijk gebruik ik Babylips van Maybelline. Mijn wenkbrauwen teken ik zoals altijd bij met een potloodje van de HEMA. Met het eindeinde borstel ik als eerste mijn wenkbrauwen door en daarna ga ik ze invullen met het potloodje. Ik heb hiervoor een speciale video, dus deze zal ik in de description box linken. Dan gaan we nu beginnen met de ooglook. Ik gebruik een nude palette van Zuva. Hieruit neem ik een matte crèmekleurige oogschaduw en die breng ik aan op het wenkbrauwbod. Dit geeft de wenkbrauw een natuurlijke lift. De oogschaduw breng ik ook aan op het bewegende ooglid en in de binnenste ooghoek. Ik gebruik hiervoor de All Over Shader Burst van Zuva. Dan pak ik er een blending brush bij en pak ik een matte, lichtbruine kleur uit de paletten die ik in mijn arcadeboog aanbreng. Ik doe dit met grote ruitwisselbewegingen en met kleine ronddraaiende bewegingjes. Blend de kleur mooi richting het wenkbrauwbod. Doordat deze kleur bruin nog niet zo donker is, kun je het best hebben. Breng ook wat van bruine tint aan langs de onderste wimperrand. Dit geeft de ogen meer definitie en het laat ze groter lijken. Met een donkerdere bruine matte kleur gaan we meer schaduw aanbrengen in de arcadeboog. Hiermee geven we de ogen meer definitie en vorm. Ook van deze oogschaduw breng je een beetje langs de onderste wimperrand aan. Dan gaan we nu aan de slag met vloeibare eyeliner. Deze is van Essence en daarom lekker goedkoop,
maar erg fijn. Ik gebruik deze altijd en het geeft een matte effect, wat ik zelf ook erg mooi vind. Ik start met een dunne lijn eyeliner langs de wimperrand. Vervolgens ga ik de wenk tekenen. Ik zorg ervoor dat er dan niet meer zoveel eyeliner op mijn kwastje zit. Ik trek een schuine lijn bij de buitenste ooghoek en ik zorg ervoor dat deze de contouren van de ogen volgt. Vanuit het puntje trek ik een lijn richting het midden van mijn oog. Daarna kleur ik gewoon de binnenkant in. Ik ga daarna nog een keer met de eyeliner langs de wimperrand, zodat ik de wing en de lijn goed met elkaar verbind. Dit zorgt ervoor dat het een mooie vloeiende liner wordt. Gebruik dezelfde techniek bij je andere oog. Ik geef mijn wimpers een mooie krul met een wimperkrulzak. Als eerste druk ik hem stevig aan en dan duw ik de tang een beetje richting de crease. Hierdoor blijft de krul extra goed zitten en daarna geef ik nog een paar kleine pushjes richting het uiteinde van de wimper. Daarna kleur ik mijn bovenste wimper zwart met de mascara van Yves Rocher. Persoonlijk kies ik ervoor om alleen mascara aan te brengen op de bovenste wimpers en niet op de onderste wimpers. Dit geeft een frisser effect voor overdag. Bij een pinneplook zoals deze hoort een beetje bronzer om te contouren. Deze bronzer is van Catrice en breng ik aan met een grote fanbrush. Ik gebruik een beetje bronzer onder mijn jukbeenderen en langs de kaaklijn. Aangezien we donkerrode lipstick gaan gebruiken, vind ik het ook mooier om een iets donkerdere blush aan te brengen. Deze breng ik ook niet aan op de appeltjes van mijn wangen, maar juist wat meer richting de slapen. Dit is vaak mooier met een iets donkerdere blush. Een frisse roze blush breng ik juist aan op de appeltjes van de wangen. Boven de blush breng ik een Mineralize Skin Finish van MAC aan. Dit is Soft and Gentle. Ook op de cupido breng ik wat highlighter aan voor een iets vollere look van de lippen. Als basis voor de rode lip gebruiken we een lipliner. Deze lipliner is iets donkerder rood dan mijn lipstick, maar dat maakt juist een mooi effect, want hierdoor lijken je lippen iets voller. Neem de tijd voor het lijnen van de lippen, want het is nog best wel een lastig klusje. Het is slim om af en toe even je lippen te ontspannen en op een normale manier te houden. Zo kun je goed zien of allebei de kanten netjes gelijk zijn gelijnd. Als je de randen hebt zoals je wil, kun je de rest van de lip inkleuren met het lippotlood. Dit zorgt ervoor dat de lipstick goed lang blijft zitten. De rode lipstick breng ik aan over het lippotlood. Doordat ik als basis een matte lippotlood heb gebruikt, komt de look van de lipstick ook iets matter over dan dat die eigenlijk is. Je kunt de lip mat houden of een klein beetje gloss eroverheen aanbrengen. Ik heb na de video nog wat gloss aangebracht, aangezien dat mijn lippen best wel droog zijn en de hydratatie nodig hebben. Foutjes kun je makkelijk wegwerken met een klein kwastje en wat concealer of foundation. Hiermee kun je een super strakke liplijn creëren. Dit was de look. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien en wil je meer van mij zien, dan kun je je altijd abonneren op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!